Mijn naam is Riano, ik ben 23 jaar oud en ik train nu ongeveer een jaartje bij DFC. En ik doe voornamelijk worstelen en grappelen. Eigenlijk best wel toevallig. Ik zat gewoon een beetje op internet te kijken naar MMA sportscholen in de buurt van Rotterdam, zeg maar. Veel voorbij zien komen en uiteindelijk bij DFC beland. Een proeftraining gedaan daar zo, of tenminste hier zo. En toen was het me eigenlijk wel bevallen en sindsdien ben ik hier altijd gebleven. Ik studeer in principe, ik doe een master en ik werk ook nog. Dus op het algemeen ben ik of aan het werk of met school bezig. En dan vind ik het op deze manier wel gewoon lekker om zo zeg maar even een beetje, niet per se stoom af te blazen, maar gewoon lekker op een andere manier bezig te zijn. Nou, toevallig, ik zat eigenlijk gewoon heel simpel naar veel UFC matches te kijken. En toen dacht ik eigenlijk wel van, ik vind persoonlijk MMA wel echt een van de meest volmaakte vechtsporten. Dat wil ik ook. En zo ben ik er eigenlijk in terecht gekomen. En ik vind het alleen maar leuker worden met de dag. Ik train ongeveer 5 dagen per week. En dan verschilt het een beetje. Ongeveer hier zo 6 tot 7 sessies per week, zeg maar. En dan doe ik af en toe nog een beetje krachttraining in de sportschool. Wat vind je leuker? Sowieso MMA. Voor mij is het eigenlijk een beetje motivatie, dat brengt je niet zo heel ver. Het is een beetje discipline. Soms wel dagen dat je moe bent, geïrriteerd of geen zin hebt om dan gewoon nog steeds te gaan. En dat is naar mijn mening het belangrijkste. Vaak als ik geen zin heb en ik ben eenmaal klaar en ik loop je weg, denk ik wel van, het was lekker. En dat houdt je eigenlijk denk ik wel het langste bezig. Maar wat ik vooral leuk vind, is dat het eigenlijk allemaal heel gestructureerd is. Vaak doe je zeg maar verder bouwen op bepaalde principes en dingen die je in één week leert. En dan ga je de week erop, ga je erin verder. De lessen zijn heel gestructureerd en uiteindelijk vind ik het sparren meestal wel het leukste. Ik wil gewoon sowieso beter worden en gewoon uiteindelijk een betere versie zeg maar van mezelf. En ik zou sowieso ook wel mijn black belt willen halen. En mijn mooiste ervaring was denk ik wel mijn eerste toernooi. En dat mijn ouders me zeg maar aan de zijlijn aan het aanmoedigen waren. Ik denk dat dat wel het leukste moment was. Ja, als je twijfelt, moet je het gewoon doen. Ik zeg je eerlijk. Boek een proefles, bekijken wat je ervan vindt. En waar wacht je op?